En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter op en het gitter allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Vorige week vond hier in Hatert een schietincident plaats. Daarbij raakte één iemand gewond en inmiddels is er ook een verdachte aangehouden. Maar voelen marktbezoekers zich nog wel veilig? Ik neem in elk geval het zekere voor het onzekere en heb daarom een kogelwerend vest aangetrokken. Vorige week heeft er een schietincident hier plaatsgevonden. Ik weet het en dat was niet fijn. Ik kwam er net langs van boodschappen doen en toen was net diegene al weggehaald. Maar op zich heb ik er persoonlijk helemaal geen problemen mee. Ik voel me wel veilig, maar ik vind wel dat je 's avonds als het donker wordt de deur op slot moet doen. Ik ben hier opgegroeid, dus waarom zou ik me hier niet veilig voelen? Op zich wel hoor. Ja, prima. Ondanks het schietincident van vorige week? Ja, dat was wel even schrikken, maar op zich is nu niet dat ik minder over straat ga of zo. Ja, maar dat gebeurt overal. Het is een landelijke tendens. Elke dag worden er wel mensen neergeschoten en neergestoken in elke stad. Dus we zeuren we nou toch. Het geldt voor mij niet. Nee. Ik voel me niet gauw onveilig. Was een jongere, was 18, 19 jaar oud. Ja. Dat is een beetje vandalisme. Dit gebeurt overal wel wat. Ja, een beetje vandalisme? Een beetje vandalisme is dit toch? Ik vind dat je weer op deze manier krijgt, haalt het weer een stigma opgeplakt. Van een negatieve wijk en steekpartij, schietpartij. Het schiet allemaal niet op, hè? Je moet de haat het positief blijven benaderen, hè? Hatert is niet anders dan Nijmegen. Dus wat ik nu aan heb, een kogelwerend vest, is eigenlijk onnodig. Ja. Nou, ik vind het wel overdreven hoor. Het is nou één keer gebeurd. Dat vind ik belachelijk. Okay. Je maakt jezelf belachelijk. Beetje overdrevend. Ja, als mensen zich daar veiliger door voelen, moet je dat vooral doen. Maar zou je het zelf dragen? Nee, ik ga dat zelf zo erg vind ik het nog niet. Nee. Tamelijk overdreven. Het is Oekraïne niet, hè? Nog lang niet.